Dus het is ook een nieuwe manier van mobiliteit, maar ook een nieuwe manier van rijden. Mm-hmm. Want er is geen geluid, dus we moeten daar ook wat rekening mee houden dat de voetgangers ons niet altijd horen. Dus in die zin is dat wel een verandering voor de veiligheid. Ja. Het is ook weer heel even aanpassen met een automatiek rijden. De rem is echt wel rem. Ja, ja, ja. De wagen heeft een autonomie van 175 kilometer. De oplaadtijd is plus minus 8 uur met een gewone laadbeurt. Eenmaal per dag kan je ook een quick charge doen van 30 minuten. Ah, dat kan maar één keer per dag. De quick charge één keer. Je mag hier rechts voorbij springen. Hier op parcours hebben we overeengekomen met anderen dat we links rijden. Ah, oké. Okay. Dus we kunnen hier rust passeren. Hier nog even snelheid aanpassen, dat kun je niet altijd uit. Maar ik zou zeggen, zodra je door de blauwe boog bent en de ruimte is vrij, dan kan je een keer tot het einde duwen. Ja. Te voelen wat dat geeft. Ja. Afhankelijk van je rijstijl, afhankelijk van het gebruik van de verwarming, zal dat ook de autonomie van de wagen beïnvloeden. Ja. Dus ik zei 175 kilometer aan de hand van uw rijstijl en de mate waarin dat u ook de EcoDrive gebruikt, kan dat 10-20% bijkomen. Er zijn testen gebeurd en de specialisten in EcoDriving hebben 232 kilometer. Ja, okay, dus een volle expansie, ook de oplaadpunten zijn in opbouw. Dus ze zijn in onderhandelingen met McDonald's, met warenhuizen, Total, om meer quick charge punten in België te verkrijgen. Anders als u nu nog eens naar het drive gaat, dan kan u het verschil aanvoelen. Je mag gewoon zijn naar achter. Ja. Nu staat hij, daar zie je een D staan. Ja. Als je nu naar rechts gaat en je trekt nog eens op, dan je het verschil. Ja, 15 per uur. Ja. En u bent gewoon op de stand van Nissan terechtgekomen? Nee, we zijn eigenlijk bloggers. Super. We zijn nu net gegeten met Pascal en dan hebben we eigenlijk een voorstelling op de blogger. En je blogt over elektrische wagens, dat voor Nissan? Nee, we bloggen eigenlijk allemaal niet over auto's. Dat is het grappige een beetje. Dan? Maar een beetje algemeen. Ik ben eigenlijk vooral fotograaf, dus ik vond het zelf dat het PR-bureau vooral mij daarom gevraagd heeft. Omdat ik meestal wel foto's maak en die dan online zet. Dus met een gedrag werk. Ja, ik blog ook, maar op een laag pitje over loopschoenen. Ik loop in de bergen en ik krijg materiaal. En dan dat is ook eigenlijk op die manier dat wij het ook. Geregeld ze van die evenementen doen. En super. Dit was nu al. Doe maar nog toe. Of als we een keer naar buiten zo. Wel eventueel, dus even. Ja, maar mag. Je mocht hier een ruime bocht nemen en dan zo die slagboom. Komt dit filmpje op de site? Pascal heeft ook contact met jullie voor. Wel, het is eigenlijk de eerste keer dat we ze zien, want het is via het communicatiebureau dat we gecommuniceerd hebben. Ja, Pride TV.